De voetbalwereld heeft geschokt gereageerd op het overlijden van voetballegende Koen Moulijn. Bij het standbeeld van Moulijn voor de Rotterdamse Kuip zijn bloemen gelegd. Onder meer door oud-verzorger Gerard Meijer en Gerard Kerkem, oud-speler en oud-voorzitter van Feyenoord. Later volgde ook de spelersgroep. Koen Moulijn overleed in de nacht van maandag op dinsdag aan de gevolgen van een herseninfarct. Hij was 73 jaar. Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar een overkapping van de A20 tussen het Kleinpolderplein en de afslag naar de A16 in Rotterdam. De opdracht komt van private bedrijven die zonder financiële steun van Rotterdam willen bouwen. De 40ste editie van het Filmfestival Rotterdam op 26 januari wordt geopend door de Griekse film Wasted Youth. De film beleeft die avond zijn wereldpremière en geeft een kijkje in het dagelijks leven in Athene, een maatschappij in crisis. De film dingt tijdens het festival in Rotterdam ook mee naar een Tiger Award. De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren 25 miljoen euro bespaard op de kosten van ambtenaren. Bij reorganisatie op het provinciehuis zijn 231 banen geschrapt. Dat zeggen gedeputeerde staten in de laatste terugblik op de bestuursperiode. In maart wordt er een nieuw provinciebestuur gekozen. Volgens de gedeputeerden zijn de meeste doelstellingen gehaald.